Dames en heren, welkom bij een nieuwe video. Ik ben hier met Brammetje en Steve en Sjan. En ik heb een quiz gemaakt, maar ik doe zelf mee voor spek en bonen, want ik denk dat ik alle antwoorden weet. Wie heeft hem gemaakt? Pup. Oké, okay, ja. In ieder geval, dit is een onderwerp waarvan ik denk dat jullie het allemaal heel goed weten. Maar vrouwen. Kijk eens eventjes. Een vrouwenquiz. Ja, oké. Okay. Ik weet alles hiervan. Oké, okay, pak jullie mobieltjes erbij. Bobbiem. Ik weet ook alles. Ik doe mee voor de spek en bonen. Ik ga ook alles goed hebben. Ready? Hoe moet ik hierin? Je moet gewoon zo. Het is gewoon op je mobiel. Oh, ik dacht het zo. Oh, Bram, je bent zo'n oude man. Alright. Oké, okay, ready? Right, ready. Vraag 1. Hoe vaak wordt een vrouw ongesteld in hun leven? Ja, jezus. Dat is kind of hangt vanaf hoe oud je wordt en vanaf hoe lang je ongesteld. Ja. Dat is nog een hele... Toch is er ergens... Even kijken. Mag ik rekenmachine gebruiken? Nee, wacht even, wacht even. Mag ik rekenmachine gebruiken? Ik weet het niet. Laat ik het daarop zeggen. Mag ik rekenmachine gebruiken? Nee. Dit is wel een moeilijke, ja. Joh. Hé! Hey. Oh! Oh! Je hebt het antwoord. Okay. Ja, ik ook. Okay. Dus wie er het dichtstbij zit. Ja, ik ga gewoon iets intypen en ik doe gewoon lekker gek. Oké, okay. Okay, ready? Okay. Ja, ready. Gemiddeld 151 keer. Ik heb 350. Ik heb 800. Ik heb 490. Oh. Maar wacht, hoezo? Hoezo? Ja. Maar een vrouw wordt toch gemiddeld 85 jaar? Ja, maar ze is 50. Oh ja, kut. Een vrouw komt toch in de overgang? Ja, ik ging uit van ongeveer 40 jaar ongesteld. Het zal wel vanaf een jaar of 12 zijn. Steve, jij bent nu al de seks. Godverdomme, gaat uit. Ready, go! Welk land maakte in 2020 als eerste land ter wereld maandverband en tampons gratis voor alle vrouwen? Oh ja. Dit is dit. Dat weet ik. Ik denk dat ik het ook weet. Maar ik doe niet mee. Ik dacht dat ik dit wist. Sjan? Nieuw-Zeeland. Oh. Engeland. Wat heb je opgeschreven? Ja, Zweden. Maar nee, het is Spanje volgens mij. Oh. Allemaal bijna goed. Engeland. Engeland. Ja, Bram is wel. Engeland. Nee. Ja, maar het is niet Verenigd Koninkrijk. Nee. Ja, als je dat had gezegd. Ja. Verenigd Koninkrijk. Nee. Verenigd Koninkrijk. Nee. Verenigd Koninkrijk. Nee, dat is het. Oh. Verenigd Koninkrijk. Nee. Zon op. Kom op. Nee, Bram, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Jongen, Nieuw-Zeeland ligt helemaal aan de andere kant. Zweden. Ik zit godverdomme om hetzelfde... Fout is fout, Bram. Fout is fout. Oké, wat is de gemiddelde lengte van een Nederlands vrouw? Dit is een mooie. In centimeters of in meters? Oké. Ja? Ja, Bram. 1,68. Oh. 1,70. Oh, ik heb 1,74. Ik denk 1,73. Oh mijn god! Hey, okay. Wie heeft 1,70? Ja, Sjan. Ik ga niet meer meedoen. Jawel, terugkomen jij. Kutquiz. Jij bent gewoon niet, jij hebt gewoon geen goede vrouwenkennis. Ja, maar dit zijn allemaal schattingsvragen. Oh, hey. Au! Dit is allemaal schattingsvragen. Pas op. Oh. Hey, joh. Hey! Ik word woedend hier. Bam! Ja, maar ik heb een déjà vu naar IJsland. Dat heb ik ook laatst nog opgezocht. Waarom zoek je dat op? Ja, ik ben zo boos naar mij te kijken. Ik heb de quiz niet gemaakt. Oké. Seks? Zijn daar seks? Nee. Oh, vrouwenvolgen en zo. Oké, okay. Wie? Ik denk 80. 83. Ik heb ook 83. Ik heb 84. Oh, ik twijfel het. Oh, yeah! Lekker! Oh, precies. Bram, kom terug nu. We hebben thee. Even afmaken nou. Mag ik er ook een? Nee. Waar kijken vrouwen als eerst naar? Naar wat? Bij de man bedoel ik? Denk bij de man, ja. Deze heb jij goed. Dus uiterlijk. Deze heb jij goed. Oké, okay, ik denk ogen. Hey! Ik heb ook ogen. Ik heb mond. Daar twijfel ik ook bij. Bram, je hebt het wel... Ja. 3 punten. Ja, lekker. 3 punten. Okay. Sjan, ik ga nek aan nek. Wat is dit? Oh! Ja, dit weet ik. Maar moet het naam of mag ik ook een omschrijving? Nee, het is gewoon de naam van dit ding. Ja, dat weet ik, maar ik weet wel wat het doet. Ja, dat is jammer. Het gaat om de naam. Is het zo'n... Ik heb dit nog nooit in mijn leven gezien. Oh, je moet echt de naam weten? Ja, ik weet wat het doet. Ik heb nu zo alles fout. Dit is een quisha. Nee, wel, ik heb een een niersteen. Oké. Okay. Ik heb opgeschreven om je gezicht te masseren. Ja, maar dat is niet de naam, ja, ik heb zo'n huidding. Zo. Ja, maar... Jij doet het ook de hele tijd met zo'n ding. Zo'n ja, dat doe ik ook. Oké, nou, huppatee. Wat moet er altijd in onze handtas zitten? Ja. Wat moet er altijd in onze... Jullie mogen allemaal 3 dingen opschrijven. Okay. Okay. Oh, meerdere dingen? Ja, nee, maar dat mogen we opschrijven. En als er dan eentje goed is, heb je die gewoon goed. Goed? Okay. Oh ja, met god, dat had ik natuurlijk moeten weten. Ja. Oh, als er 1 ding goed is, dan heb je een punt. Ja. Okay. Schrijf er maar 3 op. Ik ga nu aftellen. 10. Nee. 9. 8. 7. Ik heb 3 dingen. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oké, ik heb 1 tampon.
Ja. 2, deodorant. Ja. 3, ja, labello, lipstift. Precies. Oké, Sean? Ik heb tampons, make-up of een borstel. Ik heb tampons, lippenbalsem, telefoon. Lippenbalsem. Lippenbalsem. Oh, ja, oké. Okay. Sean niet, hè? Nee. Sean nee, niet. Lekker voor. Ah, ik sta op 4 dan. Eindelijk, zeg. Ik heb er 1 goed. Goed zo, Bram. Nee. Opdracht. Is het op jou gebaseerd? Versier jullie. Oh. Nou, hey Jul, wat zie je er en leuk uit en wat ben jij de grappigste persoon op aarde? Wat romantisch, dank je. Sean? Maar wat is de... Ja, ik weet zij ook moet niet. Zelf kiezen wie dan. Ja, oh, dan krijg je niet. En die krijgt okay. Een punt. Ik weet niet. Wat zie je er goed uit en wat lijkt me leuk om met jou te nee, dit vind ik vreselijk als jij dit doet. Ja, ja, ik wil ja maar dit is nu een gisteren. Mag ik een keer? Nou, wat zit nou? Zie je er goed uit of vind je het leuk om met mijn punt te komen? Ja! Dit was wel echt een goeie. Ja, grote ja. Fucking bek dicht. Oké, maar ik weet niet wat de... Jullie dus bepaald weer 2 punten. 2 punten?! Ja, allebei, als allebei. Je Stefan zegt, jongen! Nee, ik zeg... Leg je op de grond! Ik zeg allebei, Bram, allebei, ik zeg Bram allebei. En Stefan. Ja. Casanova. Ja, maar Sean, je bent ook wel echt heel slecht. Ja, je bent echt slecht. Echt. Weet je, Sean is dan vaak wel de schattigste van de groep. Ja, maar zonder maar inhoud. Maar zo'n hopeloze val. Ik krijg allebei 1 punt. Oké, okay, dus jullie nooit. Niet aan wil je wel met mijn werfplek aanraken. Nee, natuurlijk niet. Dat is een soort zwart gat waar ik dan in verdwijn. Oh! Wordt ingezogen. Hoeveel eitjes heeft een vrouw per maand? In haar baarmoeder. Oh, met paas. Ja, met paas. Ja, weet ik veel. Oké, okay, wat zegt Bram? 1000. 1000? 1. Ik zeg ook 1. 10. Huh? Oh, wow. Zit ik dichtbij? Zit ik dichtbij? Dichtbij. Wij zitten wel dichtbij. Ja. Dus nee, nee, geen jullie punt. Krijgen geen punten. Nee, het is gewoon fout. Ja. Wat ja. Is dit? Nou. 3, 2, 1, spiraal. Spiraal, ja. Oh. Hoeveel kosten deze tampons? Oh. Hoeveel? Ja, te duur. Echt totaal geen sowieso idee. Te duur. Goed zo, Bram. Goed antwoord. Ja. Ja, kut. Ik denk dat dit te hoog is. Ik heb 3,99. Ja. Nee. Ach, ik heb ja. 16,50. Oh, ik heb 19,99. Jezus. Hoe duur denk je dat het is? Ik heb nog nooit tampons gekocht, gozer. 45. Ja, ik ging ervan uit dat het fucking duur was. Maar nee, dit is toch ook duur? Het is geen tampon. Het is godverdomme maandverband. Nee, dat is ook geen tampon. Nee, dit is zo met zo'n plug die erin schiet. Zodat je niet met je vingers naar binnen... Het zijn 18 tampons. Kijk, dat is een ding. Nee, dat die doe je niet. Zo en dan doe je erin en dan schiet je hem naar binnen. Zodat je niet met je vingers naar binnen... Ja, doe even normaal. Dat is de beste wat er is. Hou het gewoon met je vinger erin. Nee, gadver. Dan heb je altijd zo'n gore rode stinkvinger. Dat was het. Die laatste. Ja, die heb jij. Oké. Sean heeft 4. Ik heb er 4. Yes. Ik heb er... 4. Heb jij er echt 4? Ik heb er 3. Stefan heeft de quiz gewonnen. Lekker pik, het is je gegund. Ja, dankjewel man. Yo, hey. Als je hey, zoveel... Ik ben de enige zonder vriendin, moet je nagaan. Als je zoveel vrouwen neukt, dan moet je ook wel weten wat... Oké, vonden jullie nou een leuke video? Like en abonneer en tot volgende week.